Dus enkel dat wat je doet, en dat doe je waarachtig. De acteerstudio Paul Dekker was de eerste Meisner-Esper-opleiding in Europa. Naast acteren biedt de studio de studenten ook de gelegenheid om les te volgen in stem en spraak, beweging, dramaturgie en scriptanalyse en in acteren voor camera. De vakken worden gegeven door professionele, gespecialiseerde docenten. De activiteiten zijn zeer inventief hier. De ideeën beginnen nu te komen. Ideeën, vondsten. En ideeën, vondsten zijn creaties die jou prikkelen. In het eerste jaar kom je eigenlijk jezelf volledig tegen. Alle aspecten van je persoonlijkheid komen naar voren. Het is echt een hele uitdaging voor jezelf. Ben ik daar verliefd op geworden? Ik denk dat de structuur van de lessen, dat die heel veel veiligheid bieden en je ook begeleiden in een proces wat in jezelf plaatsvindt. Wat ontstaat in je als je de training volgt en de lessen volgt en de aanwijzingen van Paul volgt, dan ontsluit dat iets in jezelf wat je zelf niet kan bevatten. Er wordt heel respectvol met elkaar omgegaan. Ja, zonder oordeel naar wat er te zien is en ziet het goede, benoemt dat ook. Zie je? Nu begint dat weg te sijpelen, dat instrument. En wat ik ook heel erg fijn vind, is dat je echt leert spelen vanuit je eigen ideeën. Dus dat je je eigen creativiteit kan gebruiken en daardoor ook makkelijker bij bepaalde gevoelens kan komen. Dus dat je echt heel erg leert alle facetten van je gevoel te bespelen. Het is allemaal oké. Er wordt ook niet gepsychologiseerd achteraf en oh, dat is raar of dit. Er wordt positief naar gekeken. En alle kanten van je persoonlijkheid komen op die manier aan bod en mogen er zijn en mogen gezien worden. Voor mij was dat eigenlijk een hele openbaring om vanuit de fantasie, vanuit je verbeelding naar een bepaalde emotie te gaan. En niet zozeer naar je eigen leven terug te grijpen. Omdat je verbeelding die gaat zoveel verder dan je eigen leven. Ik kan er nog altijd uitstappen. Ik wil helemaal nergens uit. Het werk van Meisner is om in het contact te werken. Je leert de anderen voelen, zien, opmerken. Je leert echt heel fel de anderen lezen eigenlijk. En dat is heel erg belangrijk, want daardoor laat je de focus op jezelf los. Het is gewoon zijn plezier zoals mijn film en bridge is. Mensen moeten gewoon elkaars onhebbelijkheden leren verdragen. Ook het character work vind ik ontzettend boeiend. Om daarin te groeien, vanuit een standpunt uitgaan. En zo je karakter vinden en naar het karakter toegroeien eigenlijk. Dus het karakter leren kennen en eigenlijk het karakter je een beetje laten overnemen. Je laat alles los en het ding neemt zich over. Het ding gaat zichzelf spelen. En ik blijf er zeker voor gaan. Ik heb hier mijn plekje gevonden en ik hoop jullie ook binnenkort. Hij is ordinair. Natuurlijk. Stem.